Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Padkel Steigerbouw en Sigo de Posthoorn. Welkom bij de Amstelveense Bondscoaches aflevering 3. Godzijdank, we zitten er nog in. Maar daar is volgens mij alles mee gezegd. We gaan terugblikken, vooruitkijken. Doen we met Tom Bras senior, voormalig trainer van onder andere NFC en Oudekerk. Edwin Bergkamp, Mr. Roda 23, toch? Mag ik toch zeggen, toch? Ja. Zelf zeg je dat niet zo snel. Nee, dat zeg ik niet zo heel graag. Maar ben je het? Je bent andere het wel, tijden, andere maar je bent het wel. Ik denk dat ik de meeste wedstrijden in Roda 1 heb gespeeld. En Tony Bras, wij hebben elkaar al eerder gezien dit seizoen. Ook voormalig trainer van NFC, de laatste volgens mij. En toen degraderen ze, dat was klaar, hè? Er zijn nog een aantal na mij geweest. Echt waar? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ruud Visser is er nog na geweest. Oh ja, nou, dat heb ik verbannen allemaal, denk ik. Na die degradatie van jou. Goed, heren, waar zullen we beginnen? De kranten zeggen onthutsend. Missen energie. Het was verschrikkelijk, hè? Ton, ik begin even bij jou. Ja, ik heb daar een verklaring voor. Dat heb ik al voordat we begonnen gezegd. Je hebt het niet uitgelegd allemaal. Nee, omdat ik dus niet alles weg wilde geven. Mm. Maar als je dus de opstelling ziet, dan wil ik dat even langs gaan. Dan heb je Verbrugge en je hebt Van Dijk. Mm. En je hebt, dan heb je De Vrij en dan heb je Ake. En Geertruida. Nou, als je dus bij Ake begint, nou, die heb totaal ook geen directe tegenstander gehad, die drie wedstrijden. Dus ik had daar Blind voor neergezet met zijn passing. Dan heb je ook nog eens De Vrij die op de bank zit bij Inter. Mm-hmm. Dan heb je Dumfries die op de bank zit bij Inter. Daar heb je Frimpong, die is kampioen geworden met Leverkusen in de Bundesliga. Je hebt Maatsen, die heeft de Champions League gehaald. Met Dortmund aan de linkerkant. En die zitten gewoon allemaal op de bank. Je wil eigenlijk zeggen, spelers die gepresteerd hebben en in vorm zijn, die moeten gewoon spelen. Ook al zijn ze op papier misschien iets minder. De Pai heb 300 minuten gespeeld. Ja, klopt. Maar alleen maar over een heel seizoen. Nou, dan zeg ik, waar ben je in godsnaam mee bezig? Dus je kent zo 5-6 spelers die gewoon fulltime gespeeld hebben. Mm-hmm. In de competities. En niet de minste competities. Nee. Hè? Girona, Blind. Ja. Champions League geplaatst. Ja. Ja. Altijd basis. Geweldig in de passing. Staat er niet in. Is te traag, zeggen ze dan toch, Ted? Ja, ik vind het wel lastig. Ik vind het een mooi betoog, hoor, van Tony. Ja, kan je er wat in? Ja, ik zie er wel wat in. Ik denk dat wat je nu echt naar boven ziet komen, is dat de spelers die alleen de Eredivisie ervaring hebben, nu in dit geweld toch een beetje tekort komen. Dan doe je Veerman, Schouten. Ja, en ik was echt blij, hè, dat Veerman weer opgesteld werd. Nou, juist, en dat is de man die de basis en de openingen gaat verzinnen. Voor kan niet ook. Zijn er weinig. Kan hij ook. Kan hij ook, maar ja, hij had zijn doos er nog om de schoenen staan. Ja. Het was verschrikkelijk. Dus wat ik wil zeggen is, stel de mensen op die het hele seizoen gespeeld hebben in die volgende ronde. Maar ik denk aan, ook, dat ze zijn wel gewoon fit. Anders gaat hij ze niet opstellen. Ze zijn fit, maar kwalitatief niet goed genoeg. Niet wedstrijdfit, is dat dan de term? Nou, niet wedstrijdfit. Ik vind ze gewoon niet goed genoeg. Ik vind Ake ook. Maar luister, Ake heeft toch een topseizoen gehad bij City? Ja, maar ook niet altijd basis, Matthijs. Die heeft heel veel gespeeld, hoor. Ook 12, 13. Tony, staan we even een beetje bij. Hij heeft heel veel gespeeld, maar ik ben ook geen Ake-fan. Zeker niet met de vrijheid die hij krijgt, vind ik dat hij er te weinig uithaalt op dit moment. En allemaal zekere balletjes naar achteren, weinig snelheid, weinig naar voren spelen. Dus daar ben ik het wel mee eens in die analyse. Hij heeft wel veel gespeeld en natuurlijk speelt hij ook bij Manchester City. Alleen het kan mij ook nog niet echt bekoren. Want tegenwoordig is het inno met de wingbacks, hè? We hebben dan aan de rechterkant met Dumfries eventueel of met Frimpong. Ja. Maar aan de linkerkant hebben we die eigenlijk niet. Want ook Blind is dat niet. Nee. Maatsen. Moet hij daar staan dan op linksback? Nee, ik denk wel dat je diepte moet creëren in je spel. En dat had je van de buitenspelers heel weinig. En vanuit de links- en rechtsback helemaal niet. Geertruida geen enkele keer diepte ingegaan. Maar ook niet het middenveld ingestapt. Zoals hij dat bij Feyenoord wel doet. En Ake komt er bijna helemaal nooit overheen. Een Gakpo die toch vrij veel in de bal speelt. Nou, Depay ook altijd maar in de bal. En geen één middenvelder die ooit de diepte hebt. Dus de diepte missen we gewoon totaal. Daardoor is het heel makkelijk. Is dat ook iets minder nodig om de Gakpo daar toch wel zijn mannetje te staan. Ja. En die heeft de goede acties. Maakt ook een prachtige goal.
En op rechts is het toch, ja, weet je, het moet van Dumfries komen. Ja, ja, maar Dumfries speelde niet, want die was niet 100%. Nee. Ja. Is Geertruida dan een logische vervanger? Nee, vind ik niet. Had Frimpong daar neergezet, maar die is ook niet echt een rechtsback, toch? Nee, maar die man is fysiek en snel en dus lichamelijk gewoon goed. Want die eerste goal, jongens. Geertruida met Frimpong had misschien een betere oplossing geweest. Hè? Dan dek je een stukje naar het midden. Maar dan had Malen niet gespeeld. Nee. Ja, maar ook een bank zit er, hè? We hebben het weer over. Malen. En ook Dortmund. Ja, maar wel de finale. Ja. Champions League finale. Die heeft ook nog wel redelijk gescoord uiteindelijk, hoor. Ja. Ja, wel redelijk gescoord, maar dat zijn geen vastigheidjes. Nee. Met de clubs. Die spelen wel, als ze spelen in, wat Ed net zei, het is geen Eredivisie, hè? Als ze spelen, spelen ze elke week een topwedstrijd. Ja. Op hoog niveau. Ja. En dat zie je inderdaad, dat komt weer nu. Ja. Tekort. Ja, op cruciale posities. Ja, Schouten ook. Hè. Werd opgehemeld over zijn spel de eerste paar wedstrijden. Vaste basisplaats. Ja. Ja, en hij veroorzaakt in de eerste wedstrijd een corner waar een goal uitkomt. Nou, ik lijkt wel of hij die corner nu niet weg wilde geven. Geef hem maar gewoon voor. Ja. Slap. En dan denk je, ja, jeetje, dat moet je toch lezen. Ja. Nou, laten we eerst het doel maar even nemen. Want op links stond er iemand zo vrij. Ik dacht, waar is die Geertruida eigenlijk? Maar die stond helemaal in het centrum. Volgens mij stond hij er 20 meter vanaf, denk ik, toch? De links- en rechtsback van Nederland werden continu naar binnen getrokken. De spits zakte uit, waardoor 4 tegen 3 middenveld tegen ons middenveld op hele grote ruimtes. Malen moest continu als een gek achter zijn back aan, waardoor hij weinig energie meer had. Moest hij ook gewisseld worden in de tweede helft. Was kapot, was hij. En het duurde ontzettend lang voordat we dat door hadden. Eigenlijk pas in de tweede helft ging Geertruida door op middenveld. Toen onderschept hij een bal en maken we die goal daar snel uit. Maar het duurde gewoon ontzettend lang voordat we die ruimtes onder controle kregen. Ik was wel blij eigenlijk dat die goal na 5 minuten viel. Ze hadden al 2 grote kansen gehad. Ja. En ik denk, dan kan je gelijk ingrijpen. Maar dat duurde nog tot de 35e minuut. Hadden jullie eerder ingegrepen? Volgens mij heeft hij het wel geprobeerd, want hij stond als een gek langs die kant te schreeuwen en te blaren. Dus wat hij heeft geprobeerd te wisselen, is niet gedaan. Ik neem dat ook. Maar binnen dezelfde elf qua positie. Dezelfde elf. Want die wissel, die veranderde niet het spelbeeld. We bleven nog steeds met 3 middenvelders. Die 4 achterin bleven nog steeds gewoon met z'n 4 achterin. Mm-hmm. En de uitzakkende spits van Oostenrijk, die creëerde steeds het overtal. Tot de tweede helft. Toen werd er pas ingegrepen. En in de eerste helft werd er alleen gewisseld. Ja, Joey Veerman kon je wisselen. Maar die stond ook op een lijn met Ake, met Gakpo. Die kon continu op één lijn. Ja. Met die hele linkerkant. Nou, ik was vanmorgen heel even bij de Volendammer Vishandel. Ja. Nou, dat doet pijn in dorp, hoor. Ja, dat geloof ik. Bij Joey ook. Ja, je zag het ook naar de wedstrijd. Kan je die nog gebruiken, dit toernooi? Denk je, heeft hij nog de mentale weerbaarheid, laat ik het zo zeggen. Ik denk het wel. Ja? Ja, tuurlijk. Je bent wel prof natuurlijk, maar het doet wel iets met je. Tuurlijk doet het iets met je, maar de omstandigheden werden voor hem ook niet makkelijk gemaakt. En natuurlijk, hij moet zorgen voor het balbezit en dat heeft hij niet gedaan. Maar het blijft natuurlijk wel gewoon een van de spelers die mensen in de diepte kan aanspelen. Daarna had je dat helemaal niet op het middenveld. Nee. Het was allemaal eenheidsworsten met z'n drieën die een beetje de bal rond aan elkaar speelden. Zonder support richting de spits. Dus ik zou niet weten waarom. Er zijn er wel meer spelers die niet goed gespeeld hebben. Hebben jullie ergens het gevoel gehad in die, 96 minuten, dat het oké, dat het goed zou komen? Ja, of is dat er niet geweest, dat gevoel? Nou, bij de gelijkmakers had ik het idee van oké, nu komt de rust in het spel. Was een minuut naar rust of 2 minuten naar rust. En nu gaan we het tegen Oostenrijk toch wel even gladstrijken. Nou, dat is niet zo. Ja, ik kan niet anders concluderen dat we ook op het level zitten van een Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië, Slowakije. En noem ze allemaal maar op. Maar als je ook kijkt naar de verdediging van Nederland, hoe vaak ze in duels zijn geweest, bijna niks. Bijna niks in de duels. Veel te ruim dekken. Van Dijk, mooi, achter een grote jongen. Maar ik zie geen één keer in duel met een Oostenrijker. Dat is van Ake, van Dijk en De Vrij. Altijd in de zone. Op zich waren ze wel altijd om een autofiets heen. Maar er liep een geweldige Sabitzer achter. Ja. En die heeft de hele boel in de luren gelegd. Ze kregen er alle tijd om een bal aan te nemen en verder te voetballen. En dat is. Maar dat gaat dan wel eventjes, gaan we een klein beetje voorbij ook aan de kwaliteit van Sabitzer. Of hoe die in die kwaliteit kwam. Het is niet altijd zo dat wij slecht zijn.
Maar de tegenstander heeft natuurlijk ook kwaliteit. Ja, en dan kom je weer, die speelt een heel jaar lang op dat Champions League niveau. En overal maar, volle bak erin. Ja, maar je zag het tegen Frankrijk toch ook al? Ja. Ja, dan zag je het ook al. Maar dan is toch het resultaat. Goal, maar, daar is het, oh, ik dacht dat je bedoelde wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk. Nee, het spel van Oostenrijk bedoel ik. Ja, ja, zeker. Ja. Dat was ook al heel erg verfrissend. Dus we hadden eigenlijk gewoon heel anders moeten spelen. Nou ja, je ziet de twijfel in de ploeg en ook niet het zelfoplossend vermogen. Nee. Dat als je het overtal niet hebt op het middenveld en de onzekerheid zag je bij Veerman, dat zag je bij Reinders en bij Schouten. Ja, die keken maar om zich heen en die vier achterin bleven maar met z'n vieren achterin staan. En er werd daar vanuit ook niet ingegrepen. Ik had wel verwacht van Van Dijk dat of hij doorging op het middenveld als die spits uitzakt, om daar in ieder geval te creëren. Of het korter bij elkaar te houden. De afstanden 30 meter vanuit elkaar, vanuit elke linie, is gewoon te groot. Ja. Ik ga even water bij schenken. Gaan we ondertussen even kijken naar de bondscoaches op leeftijd. Elke ochtend na de wedstrijd in de post horen. Zijn iets minder genuanceerd dan jullie. Maar, goed zo. Maar des te leuker, geloof ik. Ja. Jawel. Voor acht finale, man. Hallo. Nee. Het was verschrikkelijk slecht. Heb je nog wel uitgekeken? Nou, ik had het liever niet willen zien, maar oké, ik heb het wel uitgekeken. Maar het is toch niet zo verrassend? Ze spelen al dat toernooi slecht. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik weet niet, het lijkt wel of ze pas van vakantie terug zijn gekomen of zo. Ik zat gisteren ook gelukkig in het café te kijken, ja. Want dan kan je het meteen verdrinken. Er komt geen bal goed aan en de achterhoede die speelt alles verkeerd naar voren of ze raken de bal kwijt. Guusje, heb je een grote supporter meegenomen? Ja. Wie is dat? Dat is mijn kleindochter. Hallo. He, kijk, met een beetje troost voor mezelf, want het was verschrikkelijk. Goedemorgen. Geen oranje? Nee. Ben je er klaar mee? Ja, ik was er gisteravond wel klaar mee. Ja. Ik vond het ik heb het niet aangetrokken omdat ik het een oranje, onwaardige wedstrijd vond. Het was niet om aan te zien. Heb je veel moeten drinken? Ja, eigenlijk wel ja. Want anders dan hou je er nog van alles en over. En nu niet eens een kater, dus dat valt daar wel weer mee. Waar is je maatje eigenlijk? Ja, mijn maatje is al vertrokken naar het land van de toekomstige Europees kampioen. Die zit in Spanje. Die zit in Spanje. Ik zei vorige keer dat die Memphis Depay dat die eruit moest. Ik moet zeggen, het elftal heeft zich aan hem aangepast. Goedemorgen allemaal in het geval. Goedemorgen Nederland. Het is gewoon echt een drama, is het. Heb je er nog een beetje vertrouwen in? Nou, op dit moment niet meer, moet ik eerlijk zeggen. Als dit zo doorgaat, dan liggen ze bij de volgende. Ja, dan gaan we inderdaad naar. Het maakt niet uit tegen wie we moeten dan. Nee, nee. Verliezen we van iedereen? Nee. Dat gaat niet meer lukken dan. Ja. Ze waren zo verschrikkelijk slecht, waardoor het nou niet opviel. Hij was zelfs een van de betere. Het was dramatisch. Ja. Ik heb er nog eens over nagedacht, over gisteravond en over gisteren. En toen las ik dat Matthijs de Ligt een psycholoog nodig heeft omdat hij op de bank zit. Mm-hmm. Ik denk dat die psycholoog het vandaag ongelooflijk druk gaat krijgen. Ik heb me niet gelijk maken, die heb ik niet eens gezien. Ik denk, nou, dat gaat niks worden. Maar ja, toen hoorde ik haar juichen. Dus toen ben ik bezig kijken en er was nog 1-1 ook. Ja, nee, maar was inderdaad, nee, helaas. Maar hoe makkelijk ze door die verdediging heen gingen. Ja. He? Ik bedoel, kijk, zelfs na die 3-2. He? Kijk, maar die afgekeurde doelpunt, ook nog eens zo makkelijk. Ik weet bij God niet wat er aan de hand is. Het zijn topspelers bij top-elftallen in Europa. En het speelt alsof het RKC is. En toen werd het beter. Ja, ja. Toen werd het 2-2. Toen dacht ik, nou, hopelijk 3-2 wordt het. Ja, dat werd het ook. En toen werd het 2-3. Ja. Dus helaas, maar ik heb vertrouwen aan die jongens. Ik hoop het zeker. Ja, het slaat helemaal nergens op. Ja, jammer. Ja, is iedereen zijn mening, hè? Goed, ze zijn 18 miljoen bootskastjes en mening. Dus ja. ik heb vertrouwen aan die jongens. Simpel. Maar misschien is het toch nog geluk bij een ongeluk.
Want de loting of het schema geeft in ieder geval aan dat ze gelukkigerwijs nog in het gedeelte terecht gaan komen waar de minst zware tegenstanders in zitten. Maar dat maakt niet uit als je zo speelt. Nee, ja, maar goed, misschien. Soms moet je leren van dingen die niet goed gegaan zijn. En misschien dat het nu het moment is geweest waar tot ze bezinning komen dat het anders moet. Ja. Oranje boven. Hé hey mannen, ik hoop wel dat jullie volgende keer op die gek na in de hoek. Dat jullie dan ook weer gewoon allemaal in het oranje zijn, dat we kunnen juichen, toch? Ja, ja. Hoe moet dat ook weer juichen? Ja, de mannetjes in de posthoorn. Ik wil er toch een paar dingen iets uithalen. De psycholoog van Matthijs de Ligt, omdat hij op de bank zit. Hoeveel psychologen moeten er naar Oranje vandaag? Een heleboel, denk ik. Maar ik denk ook naar de bondscoach. Die zat er ook niet lekker bij, hoor, gisteren. Hij was snel al heel fanatiek aan het coachen. Ja. Ja, ik geloof hem niet. Ik geloof Ronald Koeman niet, als ik speler zou zijn. Ook als een, tijdens interviews, of wat bedoel je? Nou, gewoon het... Het overwicht? Ja. Hij zit op een spoor van oud-gediende. En dat blijft hij maar doorzetten. Ja, de paai speelt gewoon weer, hoor. Wijnaldum ook, ja. Wijnaldum toch Wijnaldum ook weer brengen. Vind jij het? Ja, het blijft natuurlijk altijd heel lastig. Als je de paai niet in de basis zet, volgens mij, dan heb je niks meer aan hem, hoor. Nee, ook zeker niet. En dan wordt het een dwarsligger. Ja. Maar ja, dat moet eigenlijk niet de motivatie zijn. Nee. Dat kan niet. Maar ik ben toch nog wel... Ik houd vertrouwen in Depay wel. Want dat is toch de man die met een gekke actie een doelpunt maakt. Nou, het was een goaltje, hoor. En die goal was fantastisch. Met dank aan Weghorst. Zeker. Maar ja, weet je, we snakken naar verfrissing, ja. Verrassing. En daarin kan ik het verhaal van Ton wel goed delen. Mm. Ja, geef andere jongens een kans. En misschien inderdaad die jongens die wel dat niveau hebben aangetikt en bewezen een heel jaar Champions League. En wie zou het dan moeten zijn in jouw ogen? In je Maatsen. Maatsen linksback. Misschien een Daley Blind, hè? Ja goed, dan zet je de twee op linksback. Dat is een beetje overdreven. Daley Blind met de punten achter op het middenveld. Pasen, 95%. Dat beloopt hij niet. Tuurlijk wel, man. Glimmerix voor de verdediging. Ten koste van Schouten? Ja, 100%. In de Telegraaf van het N3 zat een column vandaag in Telegraaf. Dat alleen Houdini act in de tweede ronde de positie van Ronald Koeman kan redden. Daarom moet je met verrassingen. Je moet die oude meuk moet je eruit flikkeren. Nee, dat is alleen Depay. Depay zou ik niet wisselen. Ik zou wel alleen tegen Depay zeggen dat hij niet elke vrije trap, corner en ingooi hoeft te nemen. Want als hij zich alleen focust in maar de... Ingooi in doet de, hij volgens mij ja, ook. Weet ik veel. Maar hij neemt alles behalve en inclusief de aftrap. En niet echt goed. Waardoor alles wordt afgeleid van wat hij daadwerkelijk wel goed kan. En dat is een goalmaker. Laat hem lekker in die 16 en geen enkele vrije trap en corner. Wekt zoveel irritatie op. Inclusief bij mezelf. Niet geheel belangrijk. Ik neem een beetje afstand van je. Ja, je hebt gelijk. Hey, we weten natuurlijk niet tegen wie we moeten nog. Nee. Het wordt of Engeland. Voor de... Voor 70%, 70%. Wil ik jou zeggen. Ja. En 30% kans dat we tegen de groepswinnaar van Pool E komen. Ja. Dat is België, Oekraïne, Slowakije en... Roemenië. Ja. Alle vijf. Heel lastig. In deze staat wel, ja. Of moeten we ook een beetje, want ja. We gaan toch door. Ik ben van al die vijf ben ik ook niet echt onder de indruk. Nee. Ik heb Engeland gisteravond niet gezien, maar... Ja. Die andere wedstrijden was ik niet van zonder indruk. Nee. Ik weet niet hoe het gisteren was, maar... Nee, het was niet best. Ook niet. Nee, het was niet best. Ik denk gewoon dat we doorgaan naar de volgende ronde. Dat we de kwartfinale halen. Ja, dat denk ik. En dan krijg je sowieso... ik hoorde die mannetjes ook zeggen... Ja, we zitten aan de goede kant van het schema, maar ja... Je moet je ergens aan vasthouden. Ja. En dat is denk ik ook maar wat Ton doet. Frankrijk speelt nu tegen de nummer 2 van de pool van België. En daarna krijg je sowieso een topland. Ja. Of je naar links of rechts van het schema zit. Nee, aan de ene kant van het schema, als je België krijgt en je komt door, krijg je de winnaar van Oostenrijk tegen de nummer 2 uit pool F. Ja, dat is wel gunstig. Dat is gunstig. Dus laten we hopen dat we België krijgen. En dat is de pool F is Turkije, Tsjechië, Georgië. Ja, lijkt me ook niet helemaal onmogelijk. En dan dus een halve finale. En dan halve finale. Maar ze kunnen weer Oostenrijk krijgen, de kwartfinale. Ja. Dat komt natuurlijk een beetje de beste. Omdat je de beste nummer 3 bent. Ja. Ja, het is bizar. We hebben 28 is dat 32 wedstrijden gespeeld.
Er zijn officieel nu 5 landen naar huis. Schotland, Albanië, Kroatië, Servië en Polen. Er komen er vandaag nog 3 bij. En dan zijn we 3 weken aan het voetballen. Zijn er 8 landen naar huis. Ja. Is dat nou eigenlijk het systeem zoals het moet? Nee. 32 landen en dan meteen knock-out. 32. 32 landen en dan 16 wedstrijden vliezen weg. Helemaal geen poolsysteem. Nee. Maar dan krijg je mooie wedstrijden. Hoef je ook geen kwalificatietoernooi bijna meer te spelen. Maar we hebben 32 landen. Ja. Dat gaat dan wel erg lijken op het EK wat we gehad hebben. Gedurende de coronatijd. Met, wij, met minder dat spelers, hè? Nee. Met minder ploegen. Ik denk dat 24 landen iets te veel is. Ambitieus, hè? Ja, dat is iets te veel. Maar we hebben ze wel. Maar we hebben ze wel allemaal gekeken, hè? Ik heb niet alles gezien. Ik moet eerlijk zeggen, er waren best wel verrassend leuke wedstrijden bij. Waarbij de affiche enige twijfel opbrengt. Ja. En dan ga je kijken en dan denk je, ik zit aan het eind van de wedstrijd nog steeds te kijken. Jawel. En geboeid ook nog. Ja. Van welk land hebben jullie het meest genoten tot nu toe? Spanje en Portugal. Spanje en Portugal? Ed? Ja, ik ook. Spanje met name. Echt heel verfrissend. Heel Italië. Ja, heel goed. En ook omdat Italië machteloos leek was. En ik heb ook wel van Portugal genoten. Ja, dat roept altijd zoveel kriegel bij je naar boven. Dat Portugal, wij kunnen daar niet van winnen. Komt dat door die ene WK-wedstrijd toen met 17 gele kaart of zo? Ja. Ja, dat komt door elke wedstrijd die we tegen hebben. We hebben nog nooit gewonnen van Portugal. En laatste, Richard Witsch ging een keer in de kwalificatie volgens mij. Maar dat is ook zeg maar de oorzaak van... En Peter van Vorsten met de penalty. Ja. Ooit. Maar ook in clubverband weten we bijna nooit te winnen. Nee, dat is wel waar. Matthijs, maar Ajax ook niet, nee. Maar dat is ook de oorzaak van Engeland. Daar hebben wij het ook over gehad samen. Dat die Premier League, die wordt gedragen door buitenlanders en topvoetballers. En dan valt het zo min bij het Engelse elftal valt weg. Maar Ton, moet je nou eens kijken wie er bij Engeland in staat, joh. Ja. Bellingham, Kane. Ja, maar raffinement met op het punt naar achteren, die is er niet. Nee. Engeland heeft een beetje een probleem wat Nederland ook heeft. Ja. Hele goede spelers. Moet scoren. Maar goed, en dan ook nog jongens die allemaal in die hoge competitie voetballen. En allemaal door de wol geverfd zijn. Zie je iets van vermoeidheid ergens? Nee. Dat was altijd het probleem voor de Engelsen. Maar dat valt wel mee. Hè? Ja, dat vind ik ook. Kan er nu niet zijn, want dat hebben de andere teams ook allemaal. Ja. Maar het kan me niet bekoren wat Engeland laat zien. En ik had echt de goede hoop dat ze dit jaar. Ze kunnen nog steeds heel ver komen. Ik wou zeggen, wij kunnen ook nog Europees kampioen worden. Zeker, maar ik had er al meer van verwacht. Ja. Meer hey, en Duitsland wil ik toch nog even noemen ook. Eerste wedstrijd, echt dacht ik van wauw. Maar daarna... Maar was Schotland ook niet de allerbeste? Nee. En is die man is ook zo. Van toernooi. Ja. Als eerste naar huis. Ja, maar... Ik denk na Spanje en Portugal, wat zij ook al zei, ik denk dat Duitsland daar net achter zit. Met thuisvoordeel, dus ik verwacht er wel wat van. Maar nu Denemarken. Frankrijk? Ja, Frankrijk valt mij ook. Luister, die hebben 1 goal gemaakt, een penalty. Ja. En een eigen goal. Maar je kan er bijna niet van winnen. Ja, maar ze stelden afgelopen wedstrijd 3 verdedigende middenvelders op. Hè? Ja. 3 controleurs. Maar in Frankrijk zitten ze niet de volgende dag te zeuren dat het spel zwak was. Nee, we zijn door naar de volgende ronde. Vertrouwen in het team. Dat is een heel andere mentaliteit. Wij willen ook nog prachtig mooi voetbal zien. Nou, ik denk dat we daar wel vanaf zijn onderhand. Ja, dat hebben we nog niet gezien. Ik wil wel, want dat was in Engeland was natuurlijk. Hè, dan heb je al die de Sun en al die roddelbladen. En Lineker, de oud-verdettes, hè. Die hebben dat elftal aangepakt en toen had Harry Kane gezegd van luister, wat hebben jullie dan ooit gewonnen? Want die hebben ook helemaal niks gewonnen. Nee, maar ze winnen nooit wat. Nee. Ja, het laatste EK soms in de finale tegen Italië. Ja, maar dat is ook gewoon een goede prestatie. Er is altijd maar één die zo'n toernooi wint en er zijn een aantal landen die indruk maken. Dus je kan of winnen of indruk maken en ze doen het nu allebei niet. En al die anderen vergeet je. Dus een beetje makkelijk van Harry Kane, denk ik, dat hij dat zo zegt. Hebben jullie nog, jullie zeiden van alle 5 zijn moeilijk, die mogelijke tegenstanders. Jullie voorkeur? Engeland. Voorkeur voor Engeland, en jij het? Engeland, alhoewel ik België ook wel heel erg interessant is vind. Is wel leuk, hè? Een leuke clash. Ik denk dat België toch iets te sterk is van Nederland. Die waren de eerste wedstrijd niet super, tweede wedstrijd waren ze wel goed. De eerste wedstrijd hebben ze heel veel pech gehad. Even over Lukaku. Ja. Die heeft gewoon een hat-trick bijna afgekeurde goals. Ja. Zo'n stukje. Bij elkaar zo'n stuk. Ja, alles bij elkaar, 3 buitenspelsituaties, zo'n stukje. Ja.
Ja. Nou, ik hoop wel dat of Engeland of België en niet een van die andere drie uit die pool van België. Want dan denken we weer dat we beter zijn, dat we ze moeten hebben. Ja, want Roemenië, en dan Oekraïne, ja, Roemenië, Slowakije. Kunnen allemaal nog. Ja. Ik vond Roemenië ook niet zo heel slecht. Nee. Al die landen... Nee. Dat, grappig is dat je daar geen enkele speler van kent. Hadji, de zoon van Hadji. Ja, ben ik deze. Maar ik ken hem niet persoonlijk. Nee, waar speelt hij? Nee, dat bedoel ik. Hey, we hoeven niet te treuren. Want we zitten er gewoon in. Ooit een keer ken je klassiekers. Ja. Daar zijn we in de derde poolwedstrijd, hebben we 3-2 verloren. En uiteindelijk stonden we in de finale. Ja. Dat is al heel lang geleden. 3-2 verloren. Ja. Van Schotland. Van Schotland. WK 78. 78. Ja. Ja. Ik zag ook een mooi lijstje. Krol, Brands en? Wildschut. Wie komt erbij? Oh nee, nu Rep. Nee, wat is de connectie? Ruud Krol, 74. Unie Brands, 78. En Daniel Malen. De drie spelers die een eigen goal hebben gemaakt. Tijdens EK of WK. Een lekker lijstje. Ja. Je moet die Malen ook wat gunnen. Probeer juist de boel weer een beetje naar boven te tillen. Met jij trapt ons naar beneden. Dan kan het alleen maar meevallen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Zondag 6 uur in Gelsenkirchen, eventueel. Jij bent nog bang als dat Engel met hooligans? Ah ja, dat wordt wel een clash. Er zijn is in Kelsenkirchen wel eerder wat gebeurd, volgens mij? Ja, volgens mij wel. En volgens mij al eerder dit toernooi al, met Engelsen. Of dinsdag om 6 uur in München. België, Oekraïne, whatever. Gaat Turkije nog wat doen eigenlijk? Kansloos tegen Portugal. Eerst is het gewonnen, moeizaam tegen Georgië. Tsjechië nu? Nu Tsjechië. Tsjechen moeten winnen. Ik vond het wel leuk om naar te kijken, Turkije. Ja. Alleen toen we gingen om het Egië, toen zakte ze er wel helemaal doorheen. Ja. Maar ik zag natuurlijk veel spelers uit eigen land, die competities toch gewoon ook stukken minder. Ja, zeker. Ja. Moeten we nog iets kwijt? Willen jullie nog iets kwijt? Nederland lekker verfrissen. Halve finale. Met een douche. Halve finale. Halve finale? Ja. 4-5 anderen erin. En daarna huis? Nee, gaan we door. Je zoon zegt de halve finale, wat zeg jij? Ik zeg afhankelijk van de opstelling die hij maakt. Nou, hij, maar hij doet jouw zin. Als hij met mijn zin, dan gaan we naar de kwartfinale, minimaal. En jij het? We komen uit ergens. Ik bedoel, als optimist. Is koffiedik kijken, maar ik ga er toch vanuit dat we ons herpakken. En dan komen we sowieso nog een rondje verder. En dan heb je hele grote kans dat je nog een rondje verder kan komen. Ja. Dus dan zit je al in de halve finale. Okay. En wie wordt de Europese kampioen tot slot? Spanje. Ik hoop Spanje, gebaseerd op het voetbal wat ze hebben laten zien. Maar ja, uiteraard zeggen we Nederland. Portugal. Heren, dank jullie wel. Als ze nog een tijdje doorgaan, heb je best kans dat ik nog een keer bel. Ik vond het leuk om jullie weer ook de verhalen vooraf over het amateurvoetbal. Hou ik ook van. Maak er een mooie EK van nog. En wie weet zien we elkaar nog terug. Dank je wel. Dankjewel. U bedankt voor het kijken. Ja, wanneer we er weer zijn. Of maandag. Of woensdag. En als het woensdag is, beloof ik u, want dan ben ik jarig, neem ik taart mee. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Padkel Steigerbouw en Sigo de Posthoorn.